Zometeen gaat de voorzitter, leden van de raad, Griffie, overige collegeleden, gemeentesecretaris, mensen op de publieke tribune en onze vrienden als Duitsland. Hartelijk welkom. Een gemeenteraad in Bellingwedde, in teken van een afscheid. Afscheid van vertrekkende raadsleden, collegeleden, de gemeentesecretaris en natuurlijk onze voorzitter. Allerlei lovende woorden van onze voorzitter en van anderen, maar nog geen lovende woorden over onze voorzitter. Een afscheid, precies 18.000 dagen, wat is het toch mooi dat we Excel hebben, na de eerste raadsvergadering van de gemeente Bellingwedde. Toen werd eerst de burgemeester van Bellingwedde, de heer IJsink, en ik memoreer dat al, ingeleide gedaan door de toenmalige burgemeester of commissaris der koning, de heer Fok, volgens overlevering in een soortgelijk galakostuum. Vandaar. Nu 18.000 dagen later en 1491 dagen na de aanvang van de werkzaamheden van onze voorzitter. Zal ik haar straks, hopelijk, onder luid applaus, uitgeleid doen naar de borrel die u wordt aangeboden in de kantine, die vanavond is omgetoverd naar een café met vergunning. Alleen voor vanavond. Hè. Maar het maakt mij niet zo uit, maar goed, dat is er te zijn. Maar voordat we naar de borrel gaan, even een paar woorden over en tegen onze voorzitter. En dan is ook de computer gewillig, Wikipedia, maar je moet niet alles geloven wat erop staat. Dit is natuurlijk wel zo. Janna Vennegien Snijder. Geboren Hazelhof, met twee keer F, is de zesde burgemeester van Bellingwedde. Daar hadden we veel meer kunnen zijn, maar er was hier iemand die, die kampioen burgemeester zijn wou worden. En dat heeft hij ook gerecht, als zijnde afscheid nemen burgemeester. Ja, en als je burgemeester bent, ben je ook voorzitter van de raad. Geboren in Nieuwe Pekela, maar dan wel boven, niet beneden. En dat maakt het verschil. Op 26 december 1952. Dus ze heeft nog een verjaardag te gaan. Hele lange politieke carrière. Gemeenteraad van de Muntel, Delfzijl, Provinciale Staten van Groningen. Lid van de Tweede Kamer. Wethouder van Delfzijl. Als je zo kijkt, alle gelaagdheden van het bestuur bijna bekleed. Voor een partij waar zij sinds 1974 lid van is, en dat noemt zich de VVD. Nou, stond er niet in, maar dat zijn van die weetjes. Ze is geen staatssecretaris of minister geweest, maar je weet nooit wat de toekomst brengt. Je neemt pas afscheid als je weg bent helemaal en je kan altijd terugkomen. En daarnaast is het natuurlijk ook echtgenote, moeder. En oma. Maar we hebben die kinderen wel eens, die kleinkinderen wel eens mogen ontmoeten. Dat is wel mooi. Janneke Snijder-Hazelhof, voorzitter van de gemeenteraad van Bellingwedde. Wij nemen vandaag afscheid van u als voorzitter van de raad, maar nog niet als burgemeester. Dat mag je nog 18 dagen zijn. Dat kan wel eens druk worden. Afscheid nemen doe je samen. Samen, omdat je alleen geen afscheid kunt nemen. Het zijn maar 3 bladzijden hoor, dus dat valt reuze mee. Want spreektijd is nog wel eens een dingetje, zeker voor mij. Maar goed, dat werd al lang gememoreerd. We zijn hier met z'n allen samen om vanuit deze functie afscheid van u te nemen. Als voorzitter gaf u ons ruimte voor debat. Maar u greep ook in op het moment dat iemand probeerde er een derde termijn uit te slepen. Of een verduidelijkende vraag wel heel erg werd uitgeweid. U, die als voorzitter altijd heeft getracht de tijd, ook de eindtijd, in de gaten te houden. U was voorzitter
als voorzitter voorstander van spreektijden bij grote onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de algemene beschouwing. Maar gelukkig, en ik spreek uit eigen ervaring, gingen we hier ook wel coulant mee. U was en u bent de voorzitter voor alle raadsleden en heeft aandacht en een luisterend oor voor iedereen. Mooi dat die deur naar uw werkkamer in 9 van de 10, of misschien wel in 99 van de 100 gevallen, gewoon open stond en je ook zonder afspraak te maken binnen kon komen met dingen die je bezig hielden. Een voorzitter van de raad, een burgemeester die benaderbaar en heel gewoon is, maar gewoon tussen aanhalingstekens. Dat gewone blijkt ook uit het feit dat ze het heel normaal vindt, daar werd net ook al aan gerefereerd, om na de vergadering soms samen met de bode de koffiekopjes op te ruimen die wij als raadsleden gewoon laten staan. En wat is er dan een leuker compliment dan op een enquêteformulier van de dag van de nieuwe bewoner te mogen lezen dat het hoogste punt was dat ze met de burgemeester de foto was gekomen. Citaat van een van de nieuwbewoners van het afgelopen jaar. Over het serveren van de kroketten en de kaasvlees bij deze bijeenkomst werd niets genoemd, maar ook dat moet ze met verven. Maar ze kan ook streng zijn. Er is mij een keer appelmoes en een toetje door de neus geboord. En dat geldt ook voor Bart. Maar de volgende dag hebben we dat gewoon weer goed gemaakt. Afgelopen dinsdag vroeg ik te loops aan Janneke Snijder-Hazelhoff wat ze zou gaan doen na 1 januari 2018. Ze zei dat ze alle klusjes zou oppakken die ze in de afgelopen 1491 dagen heeft laten liggen. En er komen nog 18 dagen bij. Dus het zijn waarschijnlijk een heleboel klusjes voor 1510 dagen. Een hele uitdaging. Maar onze voorzitter kan dat best wel aan, denk ik. En dan gaan we straks de raadzaal uit. Maar ik heb eigenlijk nog één verzoek aan jou. Zou jij bereid zijn voor de laatste 18 dagen van de gemeente Bellingwedde een enclave te stichten in de buurt van Wagenborgen? Een middel hiervoor stellen we beschikbaar. Dat middel wordt ook beschikbaar gesteld aan alle raadsleden en collegeleden. Wordt op latere datum, gezien de omvang en het gewicht, wel geregeld dat het thuis wordt bezorgd. Janneke, zou ik jou mogen vragen om samen met mij het zaakje uit te pakken, waarna wij vervolgens naar de kantine gaan om de borrel te drinken. Janneke, namens ons allen, dankjewel. We sluiten de avond van maken, want ja, zo'n bijzonder moment moet niet alleen echt heel formeel, maar ook een beetje gezellig zijn. Sfeer moeten zijn. Nou ja, ik wist wel van die grenssteen, maar ik wist natuurlijk niet wat jullie in petto hadden. Dus ik ben verrast dat toch deze woorden vanuit de raad komen. Ik kan jullie zeggen, dank jullie wel. Ik kwam hier eind 2013, ik kan me nog precies herinneren hoe de gesprekken even over het provinciehuis gingen. Lea, toen jij net zei van ik kreeg een telefoontje. Ik weet ook nog, ik reed in de auto of midden op de Veluwe om een uur of in het donker om een uur of 5. Telefoon van de commissaris. Van de Berg met mij. Maar goed, het was snel gedaan. Ik bel je of jij waarnemer in Bellingwedde wilt worden. Oh, nou, of waar wij. Nee, hij zei eerst nog: zit je in de auto? Ja, ik zit in de auto. Kun je wel vertrouwelijk spreken? Ja, ik kan wel vertrouwelijk spreken, want ik zit er in mijn eentje in. Oké. Maar goed, om het verhaal kort te houden, ik zei ook, mag ik daarover nadenken in het weekend? Nee, zei Max, ik moet morgen rond 12 uur weten of je wel of niet doet. Nou, ik zei, mag het ook 2 uur worden? Ik dacht, dan heb ik een beetje respijt. Nou, dat mocht, maar meer ook niet. Nou ja, het vervolg kennen jullie, we hebben over preventiehuis gesproken. En ik mocht, toen dacht ik, ik zeg ook echt mocht, want het leek mij ook een geweldige uitdaging, even als dat Lea zegt, om te werken in zo'n prachtig gebied, wat ik natuurlijk kende als Groningse.
En ik dacht natuurlijk eerst dat ik hier 2 jaar zou blijven. Nou, vervolgens hebben we onze herindelingsprocedure, heeft toch wat meer tijd gekost. En ik mocht het uiteindelijk meer dan 4 jaar doen, ja, want we hebben november alweer gehad. En ik kan u zeggen, ja, wat ik ga doen, dat zijn al die klusjes. Maar wat ik zeker zal doen, is hier heel veel in het gebied terugkomen. Want we hebben hier, ik heb hier zoveel moois gezien, wat ik niet wist terwijl ik Groningse was. Wat ik ook heel zeker weet is dat ik jullie echt zal missen. Ik zal toch het rijden hier naartoe, elke dag weer, soms 2 keer, ook in het weekend. Ook ik wilde niet alleen maar op de winkel passen, maar wilde er zijn voor de gemeente en voor de omgeving. En dat was best af en toe lastig, ook in het traject om hier naartoe te gaan en om te zorgen dat Westerwolde er uiteindelijk zou komen. Want dat dat nog niet zonder slag of stoot ging, dat was echt in 2014 nog niet helemaal duidelijk. Maar we hebben het volbracht en Westerwolde komt er. En dat hebben we met elkaar gedaan. En ik bedank jullie daarvoor, voor deze laatste jaren. En ik bedank het college daarvoor, want we hebben elkaar vastgehouden. We hebben koers gehouden en we hebben het ook ontzettend gezellig gehad. Want wat doe je nu als je alle dagen een beetje nee denkt, nou moet ik weer. En ik kan jullie zeggen, dat heb ik geen enkele dag.